De politie heeft vannacht op de A58 drie mannen neergeschoten na een achtervolging. Ze raakten daarbij alle drie gewond. De schietpartij vond plaats om 2 uur 's nachts ter hoogte van Krabbedijken. Volgens de politie probeerden de mannen eerder die nacht in Moerdijk een vrachtwagenchauffeur te overvallen. Het arrestatieteam heeft op de A58 een inzet gedaan. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden. Tijdens dat incident is er ook geschoten en zijn die 3 verdachten ook alle 3 gewond geraakt en vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze zijn niet in levensgevaar. De politie trof in de vrachtwagen van de verdachten onder meer een automatisch vuurwapen aan. Door het incident is de A58 in beide richtingen afgesloten tussen Ierseke en Tholen. We moeten daar politieonderzoek doen. Aan de ene kant, omdat de politie geschoten heeft, is het altijd standaard dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar dat gedeelte. En aan de andere kant moet er ook onderzoek gedaan worden en bewijsmateriaal verzameld worden over die verdachten die we daar hebben aangehouden. Dus vandaar is het wel belangrijk dat die A58 is afgesloten. Maar een politieonderzoek kan gewoon lang duren. Dus vandaar dat we hebben gezegd tot 12 uur minimaal is de A58 afgesloten.